Goedenavond. Topneems iedere dinsdagavond vanuit verschillende locaties. De een zit op het water, de ander in een prachtige podcaststudio. Ik zit een beetje te worstelen met mijn geluid vandaag, dus kom het niet goed door. Dan luister vooral naar die andere twee. Frank Schuil, welkom. Goedenavond. Je bent van Safello. Wat doen jullie? Wij zijn een cryptocurrency broker, opgericht in 2013 vanuit Stockholm, in Zweden. Hey, en wij hebben in de begintijd van de Bitcoin, hebben we daar uitgebreid aandacht aan besteed. We hebben ook veel aandacht besteed aan de blockchain. Het is bij ons eventjes een tijdje uit ons gezichtsveld verdwenen. Dus een goede gelegenheid om ons ook een klein beetje bij te praten. Is het logisch dat uit ons gezichtsveld is verdwenen, of zijn wij modegerichte types die alleen in het begin even komen kijken en daarna weer naar iets anders gaan? Nou, dat is wel een beetje met de prijs. Er komt de aandacht en gaat de aandacht. En het gaat juist erom om voor de lange termijn te gaan als het om crypto gaat. Dus zelf ben ik begonnen in 2013 met cryptovaluta en toen heb ik het bedrijf ook opgericht. En dan zag je de eerste golf van interesse aan het eind van 2013, wanneer de prijs op dat moment naar $1200 ging. En dan zag je de tweede golf was eigenlijk in 2017, wanneer jullie er waarschijnlijk ook aandacht aan hebben besteed. En dat was rond de tijd dat alle ICO's live gingen en er een soort van manie was waarbij iedereen cryptovaluta wilde hebben. En toen ging de prijs $20.000 van Bitcoin dan in ieder geval in de markt. Cap was volgens mij 800 miljard, als ik me niet vergis, rond 800 miljard. En toen klapt dat weer in elkaar en toen zijn de meeste mensen weer verdwenen, de scams zijn opgerold, de SEC is erbij gekomen. En een paar jaar verder zitten mensen natuurlijk op de achtergrond lekker door te bouwen en zijn we aan het voorbereiden voor mogelijk de volgende fase van de cryptovaluta. Hey, voordat we daar verder op ingaan, vertel eventjes wat jullie doen. Ik ga hem toch even onderbreken, want hij onderschat ons wel een beetje. Want wij hebben in 2013 voor het eerst een uitzending besteed aan Bitcoin. Dus even to get the record straight. 2013. We waren er gelijk bij. Ja, en hebben jullie er ook gelijk bij gekocht? Of gebleven bij een innovatieve uitzending? Nee. Ik koop altijd waar we het over hebben in de uitzending. Dus als wij een uitzending maken over zeepjes of die van koffiedroppen gemaakt worden, dan koop ik die. Dus toen wij de eerste uitzending hadden over bitcoins, heb ik er 20 gekocht tijdens de uitzending. Nou, dat moet een hele goede investering zijn geweest. Dat was een uitstekende investering. Maar als hij niet verkocht, hij dacht waarschijnlijk op 100% winst. Nu moet ik het van de hand doen. Nou, dat zie je wel vaak het geval dat mensen gelijk bij de eerste gang omhoog gelijk de cryptovaluta verkopen. Nou ja, dat ze dus nooit die winst behalen die je hebt als je het op de lange termijn vasthoudt. Dat is redelijk. Vroeg 2013, dat was toen was de eerste bubbel tussen aanhalingstekens van rond $15. Nou, toen keek ik er eerst naar in 2012. En toen ging er volgens mij heb ik ze voor $20 destijds gekocht. Nou, dat is al een hele vroege kant. Dat was nog voordat de Cyprus crisis de eerste fase natuurlijk. Hey, even terug naar de vraag van Erwin. Wat doen jullie precies? Ja, wij zijn een crypto-broker. Dus dat betekent, om de achtergrond van Safello te vertellen, wij zagen in die tijd, dus dat was 2013, dat 80% van het volume eigenlijk via MTGOX ging. Dat was die Japanse exchange en daar moest je geld versturen naar een Poolse bank of naar een Japanse bank. En dan moest je maar hopen dat je geld ergens terecht komt en dat je dan die bitcoin kon kopen. Dat is wellicht hoe je het op dat moment hebt gekocht, ik ook de eerste keer. Maar we zagen natuurlijk al alle we zagen het al aankomen dat het fout zou gaan. Het was één man, Mark Capellas, die exchange aan het runnen was met weinig structuur eromheen, geen achtergrond in de financiële markten. En los daarvan waren er toen al een hele hoop hacks en scams en mensen die hun geld verloren. Dus wij wilden daar een tegengeluid voor vormen. Hence de corny naam Your Safe Fellow, for Your Safe Fellow into the Crypto Market. En hebben we het in ieder geval op die manier aangepakt dat we gelijk naar de regulator zijn gegaan. Dus in Zweden is de AFM, heet Finances Inspectionen.
Dus daar hebben we ons geregistreerd. Dat kon ook daar. Dat kon bij andere financiële instellingen nog niet. En we hebben toen ook voor elkaar gekregen om een top 4 bank, de Handelsbanken, dat is de meest conservatieve bank eigenlijk van de top 4 banken in Zweden, ons als bankpartner te ondersteunen. En die hebben we nu als bankingpartner al sinds 2013 en nog steeds. En de website zelf is dan de manier om het zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen om cryptovaluta te kopen en verkopen. En dat doen we eigenlijk nog steeds. En ook daarin hebben we een hele voorzichtige aanpak gekozen. Waarbij we eigenlijk niet de klanten, het geld van de klanten bewaren, maar ze zelf hun wallet moeten hebben. En daar wel van het begin op aangestuurd. En dat is aan de ene kant omdat cryptovaluta erom gaat dat mensen zelf de mogelijkheid hebben om geld te beheren. Maar aan de andere kant ook vanuit een operationeel perspectief, dat je niet een balance sheet hebt waar die helemaal uit balans is, waarbij je het grote risico naar je toe trekt. Dus dat is de achtergrond van Cervello. En nou, we zijn nu al een tijdje bezig. We hebben de grootste investeringsmaatschappij in crypto, Digital Currency Group, die ons ondersteunt. En dan sindsdien ook White Star Capital, Northzone. En we hebben gewoon rustig gebouwd. En we werken heel erg veel samen met de instanties om alles in goede banen te rijden. Wel vanuit onze missie om mensen zoveel mogelijk bij te staan. Maar ook wel in de regulatory environment om daar juist wel ook goed een deelname te zijn. Dus niet het hele tegen strijdigen met de wetgeving. Wij zijn wel om het omarmen, om juist daardoor ook de adoptie te bevorderen. Ja, als ik terugkijk sinds Erwin en ik aandacht besteden in onze uitzending aan Bitcoin, zijn we gegaan van een initiatief wat eigenlijk enigszins anarchistisch was, ook idealistisch, een systeem waarmee je betalingen kon doen zonder tussenkomst van autoriteiten, decentraal, dat soort zaken. Ja. Blockchain, Bitcoin als de eerste toepassing, daarna een platform voor speculanten, veel fraude, geldzoekers, gelukzoekers. Facebook coin, criminele sector, althans dat is de reputatie die volop gebruik maakt van de mogelijkheid om geldstromen buiten beeld te houden. Mijn vraag is eigenlijk, waar staan we voor jouw gevoel nu in die hele cryptocurrency wereld? Die eerste fase rond die tijd was zeker aan de ene kant speculatie, want dat was er toen ook al eigenlijk was dat het merendeel van het volume. Maar op dat moment was, en dat was de white paper, gaf ook aan dat het een cash, een digitale cashvorm is. Ook aan dat er betalingen mee zouden moeten worden gemaakt. En je had bedrijven zoals BitPay die daar vooruit in gingen, waarbij alle merchants het mogelijk maakten om Bitcoin betalingen te accepteren. En had ook een bedrijf zoals Purse.io dat volgens mij in 2014 werd opgericht, die het mogelijk maakte om met Amazon gift card gewoon producten van Amazon te kopen en ook nog met een discount. Dus je had daadwerkelijk een use case om cryptocurrency valuta te gebruiken als een manier om zelfs geld uit te sparen en natuurlijk ook nog makkelijker te maken. Nou, dat bedrijf, het laatste bedrijf, heeft net deze week aangekondigd dat ze failliet zijn. Dat is een indicatie dat die use case van payments eigenlijk nooit echt uit de verf is gekomen. Het hele speculatieve, de boventoon heeft gevoerd. En er zijn eigenlijk verschillende fases van crypto geweest over de jaren. Dus dat was de eerste fase. De tweede fase na de val van MT. Gox was om niet meer het woord cryptovaluta in de mond te nemen. Dus daar zag je eigenlijk dat de blockchain use cases naar voren kwamen. Dat iedereen die een Bitcoin bedrijf had, eigenlijk zijn hele bedrijf op een gegeven moment een blockchain bedrijf genoemd. Terwijl natuurlijk, ja, Bitcoin, als je zegt, is de eerste toepassing op de eerste blockchain. Dus Bitcoin is blockchain in die zin. En vanuit ons perspectief is het altijd, over de decentrale vorm van distributed ledgers geweest. En niet een centrale vorm zoals je dat in veel blockchain use cases voor ziet komen. En dat was 2015 met name en ook nog wel 2016. En daar zag je dan een kentering in komen.
Waar met name door Ethereum, die natuurlijk als smart contract platform eigenlijk een vele bredere use case potentie liet zien met decentralized apps. En daarvan kwam eigenlijk de hele rits van mensen die hun eigen cryptovaluta gingen creëren. En ook dan de tweede golf van hacks en scams. En dat heeft dan, net zoals de eerste golf, heeft de tweede golf ook een tijd geduurd voordat de regulators daar weer op reageerden. Maar nu zijn we wel zover alweer 2 jaar, bijna 3 jaar verder. Waarbij mensen wel door zijn blijven bouwen. En dat je die decentralized applicaties, je moet even omschakelen in Nederlands. De dApps, die hebben wel ook adoptie gezien. En je ziet dat bepaalde protocollen wel al naar volwassen niveau toe gaan. En ook daadwerkelijk al 1 miljard bewijzen van in een smart contract hebben zitten. Dus je ziet nu wel dat die adoptie komt. En je ziet met name, ik had een gesprek eerder deze week met de vroege vogels van de cryptovaluta. En die toen ook die payments case zien. En dat eigenlijk nu ook wel geloven dat dat nu toch gaat gebeuren. En zo zie ik dat zelf ook. Ik denk dat die nieuwe ontwikkelingen dat wel gaan stimuleren. Maar als je het helemaal terugdraait, dat anarchistische is er nog wel. Als je uiteindelijk kijkt wat Bitcoin wel goed doet, is nog steeds de store value voor mensen in landen die leven met hyperinflatie. Nou ja, daar zijn de speculanten die leven veelal niet in die landen. Heeft Bitcoin wel degelijk nut en ook zeg maar fundamenteel nut. Je hebt de cases in Venezuela waar mensen met Bitcoin daadwerkelijk producten van Amerika hebben weten te kopen en het weten te verschepen naar Venezuela. En op die manier hun store value weten te bewaren. Ja, hoe zegt dat Nederlands? De koopkracht. De zittingen en koopkracht, ja. Ja, precies. Hey, waarom zitten jullie in Zweden? Waarom zit jij in Zweden? Ja, ik woonde eerst in Amsterdam. Dat was mijn eerste start-up. En ik ben toen naar Zweden verhuisd. Welke was dat? Dat was de Era Connect. Dat was de tijd dat jullie ook net op Twitter zaten. En dat er inderdaad van die Twitter meetups waren. Dus ik ken jullie als Ed Stekel en volgens mij Ed Erwin Blom. En Johan Schaap, die volgens mij ook, dat ken ik nog. En dat je naar een restaurant in Amsterdam toe ging met elkaar om de telefoon kijken hoe Twitter werkt. Ja. Legendarische dus avond met de eerste iPhone. Ja. Oh ja, dat kan ik me niet helemaal herinneren. Maar ik kan wel dat onderrondje in Amsterdam met de Twitterati nog herinneren. Dat was de tijd dat ik Iro Connect daar had. Dat was een locatie gebaseerd sociaal netwerk. Okay. Dus het idee was, toen was Rijmer van der Kleinberg die ook nog Mobile Monday aan het doen was met Layer. Ja. En daar had je Joseph Pine, de derde, die daar een hele mooie presentatie gaf over het concept van de drie dimensies en de virtual world en de mirror world. En ons concept zat meer daar aan de mirror world, waarbij wij over Google Maps een layer wilden creëren met sociale data. Nou, dat hebben we ook gedaan. Was veel te vroeg. maar we hebben het wel om te weten zetten naar een B2B concept. En uiteindelijk, ik heb mijn aandelen verkocht. En toen heb ik het tweede bedrijf mede opgericht. En daar, mijn co-founder was half Zweeds en half van Estland. Dus zodoende ben ik uiteindelijk, had ik niet het voor ogen om naar Zweden te gaan. Ik had het inderdaad virtueel, zoals we nu allemaal virtueel in de office werken, hebben wij toen samengewerkt. Tot op een gegeven moment de funding kwam en het bedrijf ging lopen. En toen ben ik verhuisd naar Malmö, dat was het zuiden van Zweden. En daar heb ik mijn huidige vrouw ontmoet. Zit ik nu in Stockholm. Maar er waren ook wel degelijk argumenten voor Zweden vanuit het crypto perspectief. Omdat je natuurlijk met al die hacks en scams die er op dat moment waren, wel iets, een jurisdictie wilde vinden waar mensen vertrouwen in hebben. En Zweden met een stabiele economie, een stabiel bankensysteem en heel open qua cultuur. Was in die zin ook een hele goede plek. En je kon daar wel registreren met de financiële inspectie, wat dat in andere Europese landen op dat moment nog niet het geval was. Hey, als je schetst wat jullie doen, hoe ontwikkelt jullie bedrijf zich, zeg maar, als je dat afzet tegen de ontwikkelingen binnen de Bitcoin? Groeien jullie mee? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar komen jullie klanten vandaan? Wat is je concurrentie? Hoe ziet dat eruit?
Het landschap voor dit soort diensten is heel competitief. Volgens mij had je op een gegeven moment in Nederland wel 17 verschillende diensten die soortgelijke dingen doen. De moeilijkheid zit in het opereren binnen het kader van de wet. En met name ook met de financiële instellingen, de regulators en de banken en al die relaties onderhouden en ook uitbouwen. En niet je geld verliezen en zorgen dat de operatie, dat je ook fraude tegengaat, investment scams. En uiteindelijk heb je dus een hele groep bedrijven die dat doen vanuit, die dat helemaal in de wind slaan en gewoon ja, die protocollen bouwen, wat we hebben gezien in 2017. Maar dat andere, dat wat wij doen, is uiteindelijk vrij moeilijk om te doen en al lang vol te houden. En wij hebben natuurlijk van dag 1 het ook wel binnen dat kader gedaan, waarbij je nu met de AML directive die vanuit Europa komt en de implementatie ervan ziet dat bedrijven nu ook het heel moeilijk hebben om het te implementeren en die European Money Laundering wetgeving te volgen. Anti-witwas wetgeving. Ja. Ja, sorry voor de ja. voor niet vertalen voor... daarvan. Ja. Ja, de anti-witwas en terrorist financing. Ja. Dus niet ja. alleen witwassen, maar ook die en om dat tegen te gaan. Nou, maar even om het terug te trekken naar een breder perspectief. Als je kijkt naar wat wij in 2013 voor ogen hadden, dat je Coinbase in Amerika, dat is nu een miljardenbedrijf, en de Reason Horowitz funding gekregen, leek het erop dat op een gegeven moment iemand zou uitvinden hoe je hetzelfde zou doen als met Facebook, waarbij de netwerkeffecten uiteindelijk worden toegepast. En daar op basis daarvan word je de nummer 1 globaal gezien. En daar is ook zeker de mogelijkheid voor binnen crypto, als je ook identiteit weet te koppelen aan crypto. Maar niemand heeft dat tot op heden succesvol gedaan, ook Coinbase niet. Vanwege natuurlijk ook het anarchistische leidmotief van waar het vandaan komt, waar de early adopters daar ook niet echt mee wilden gaan. Maar wat je daardoor ook ziet, is dat uiteindelijk over de jaren dus niet één partij hebben die alles voor zich heeft gewonnen, maar dat je de lokale partijen, zoals wij in Zweden, maar in Nederland heb je BitTonic, in Denemarken heb je Coindefy, in Duitsland heb je Bitcoin dat SE en Bitwala, in Bitcoin dat DI, en Finland heb je Bittiraha, dat eigenlijk die steeds dominanter zijn geworden in hun lokale jurisdicties. En dat je eigenlijk hetzelfde ziet ontwikkelen als met de bankensector en met de neobanks en met de payment sector, waarbij elke geografie uiteindelijk zijn top 4 crypto bedrijven zal hebben. En bedrijven zoals wij zijn meer bezig dan... Ja, is even heel kort vertalen wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk dat de lokale wetgeving het eigenlijk zo ingewikkeld maakt dat er niet één dominante wereldspeler gaat komen, maar dat heel erg per regio zal gebeuren. Dat is niet de lokale wetgeving. Het is aan de ene kant de Europese wetgeving. Ja. En aan de tweede kant het netwerkeffect zoals je dat bij Facebook ziet. Waardoor Facebook zo dominant is geworden. Want in het beginsel hadden we ook Hives in Nederland. We hadden Studievisie in Duitsland. Ja. Nou, uiteindelijk zie je dat de netwerkeffecten het ene platform dominanter maakt en waarbij ze het niet meer bij kunnen houden. Dat heeft niet plaatsgevonden in crypto. Dus aan de ene kant is de wetgeving die het heel moeilijk maakt om het Europees uit te rollen. Hey, en waarin onderscheiden jullie je dan van al die anderen? Want het is een zeer competitieve, concurrerende markt. Ja, dat is heel lastig, maar wij zijn de nummer 1. En dat hebben in Zweden? In Zweden. En we hebben heel veel internationale avontuurtjes gehad. En we hebben wel een playbook hoe we dat uiteindelijk uit gaan rollen als we weer internationaal willen gaan doen. Maar we hebben het weer teruggedraaid. Waarom? Omdat de AML5 Directive eraan kwam, waarbij je ook... het bankenlandschap is niet echt... omarmend van cryptovaluta. Dus we zagen weer een golf van de banksector die heel negatief tegenover cryptovaluta bedrijven stond. En op basis daarvan wilden we pas de plaat maken en zorgen dat er geen kans zou ontstaan waarbij de bank ons eventueel eruit zou gooien. En we hebben wel hetzelfde gezien bij andere partijen.
Dus het blijft een hele fragiele situatie tot er op Europees niveau een zeg maar Europese licentie voor cryptovaluta komt. En je hebt wel vanuit de FATF, de Financial Task Force, de anti... Even de abbreviation... Maar het lijkt me wel een ongelooflijk lastige manier van ondernemen eigenlijk voor jullie. Want je begint iets, je wilt schalen, je wilt groter worden. Je denkt, we gaan Europa veroveren, want je gelooft in je eigen bedrijf, in je eigen concept. Ja. En je blijft maar in een soort schimmig gebied zitten, waar doorlopend regulering op komt en... Je eigenlijk, nou wat je al zegt, zelfs stappen terug moet doen, omdat je wil voorkomen dat je in het verdomhoekje komt. Is het lastig voor jullie? Het principe van een Europese markt is natuurlijk waar je graag vanuit zou willen gaan en op basis daarvan het gewoon uit wil rollen naar de rest van Europa. En er zijn bedrijven, het vervelende is, omdat er geen duidelijke leidraad is dat de bedrijven die meer risico nemen, dus eigenlijk slechtere partijen zijn als je kijkt naar hoe ze opereren, die het dan wel doen. En sommige daarvan die krijgen boetes en die sluiten uiteindelijk. Maar er zijn ook bedrijven die op basis van dat risicoprofiel heel groot worden. En dat zijn dan de dominante partijen. Dus het volledig volgens het boekje doen is in die zin ook vrij pijnlijk. Omdat je dus niet op diezelfde manier kan schalen. Aan de andere kant zien we wel ook hoe wij het hebben opgezet dat... door die manier van opereren over de jaren heen, dat traditionele financiële instellingen veel meer geneigd zijn om natuurlijk met ons te werken dan met die andere partijen. Dat, dus alleen, je hebt gewoon een hele lange adem nodig. En daar komt het uiteindelijk op neer, want elke jurisdictie zal uiteindelijk wel een cryptobank hebben die op zichzelf een miljard waard kan zijn. En dat zul je dan misschien in elke geografie zijn. Het kan kleiner zijn, maar net zoals als je in Nederland natuurlijk top 4 banken, er zijn allemaal miljardenbedrijven, is er geen reden. Hoe groot zijn jullie? Geef eens een indicatie van het aantal klanten dat jullie bedienen. We hebben 125.000 klanten. Ja. En die zijn vrij actief. Maar het is geen tradingbedrijf. Dus we hebben niet bijvoorbeeld... het is niet een orderboek waar heel veel mensen traden. Dus het is voor de mensen die de eerste inkopen doen. En het model waar wij naartoe gaan is meer bank. Dus je moet het meer relateren naar hoe je naar een bank zou kijken in en hun gebruikers grootte. Ja. Maar het is miljoenen, wat natuurlijk nog wel gewoon doorheen gaat, door wordt omgezet. Ja, ja, maar en het verdienmodel bij alle Bitcoin exchanges is gewoon de marge die je maakt op de transacties, neem ik aan, het percentage. Ja, jullie zijn al best een tijdje bezig. Je vertelde net dat je helemaal aan het begin met de investeringen bent begonnen. Hoe ziet jullie bedrijf er nu uit qua eigendomsverhoudingen, investeerders, geïnvesteerd vermogen? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, nou, de eigendomsverhouding is niet het publiekelijk natuurlijk waar we over praten. Maar we hebben als management nog gewoon een groot deel van het bedrijf in handen. We hebben, enigszins durf ik te zeggen vanuit mijn ervaring, omdat ik investeringen in het verleden heb gehaald, hebben we wel redelijk goede waardering kunnen zetten al helemaal in het begin. En ook op onze eigen terms redelijk goed te weten te handelen. Dus we hebben niet heel veel weg te geven van het bedrijf. En we hadden natuurlijk een businessmodel van dag 1. Dus we hebben ook natuurlijk van dag 1 geld verdiend. Daarbij ook het bedrijf heel lean gehouden. Dus we hebben nooit de ambitie gehad om qua personeel nou heel snel op te schalen. Dus vandaag de dag zijn het ook maar 15 mensen die we in het bedrijf hebben en ook niet meer. En als het even kan, dan minder. Dus we zijn veel meer gefocust op wat kunnen we automatiseren in alle processen die we hebben dan het schalen van human resources. Een vraagje van Johan Schaap. Johan zegt vooralsnog geen Libra coin dus. Komt er nog zo'n initiatief en van wie dan? Ja, dan nog steeds van Facebook. Er is net volgens mij weer een geüpdate plan van Libra coin aangekondigd, waarbij ze het op een nieuwe manier willen inzetten. Dus op de eerste basis wilden ze een normale fiat currency als onderpand, zeg maar, voor de Libra coin gebruiken. En daar zien ze nu van af en ze hebben alleen maar andere stablecoins volgens mij. Of precies omgekeerd, dat ze alleen maar normale currency als onderpand gebruiken en de stablecoins hebben afgestoten. Maar ze hebben fundamentele aanpassingen gemaakt nu.
Waarbij ze ja, wederom gewoon doorzetten om het groter te laten worden. Maar ja, aan de andere kant wat je ziet, als je vraagt, komt er nog zo'n initiatief en voor wie? De People's Bank of China heeft net hun digital currency app in testfase naar de buitenwereld laten zien. En zij zijn in een vergevorderd stadium, ze zijn al maanden bezig daarmee. En zoals het er nu naar uitziet, zullen zij de eerste zijn die het op een grote manier naar de markt brengt. En in Zweden zie je bijvoorbeeld ook initiatieven als e-krona, maar die zijn veel meer gericht op oude systemen en niet zozeer blockchain gerelateerd. Dus er zitten nuances in, maar ja, de stablecoins zijn er al commercieel in de markt, zoals DAI. Libra is een soort van consortium initiatief. En dan heb je de centrale banken die op hun eigen manier naar de markt kijken en ook dingen in de markt zetten. Ja, deze week ook de Nederlandse bank, hè, die aankondigt dat ze serieuze onderzoek aan het doen zijn naar digitale dienstverlening aan het publiek. Ja. Hoe kijk jij naar dit soort initiatieven? Nou, ik heb jaren geleden zat ik volgens mij op een panel met iemand van de Nederlandse bank. Ze hadden ze ook een test gedaan. Ik weet even de naam niet meer. Iemand, een hele slimme man die ook een artificial intelligence achtergrond had. Dus ze zijn al jaren natuurlijk aan het kijken. En ze houden erbij. En het gaat van experiment naar experiment. Maar ook wel diep onderzoek. En kijken wat ik het mooie vond daar van hun experiment op dat moment. Is wel dat ze er praktisch naar hebben gekeken. Dus ze hadden ook hun eigen blockchain opgezet. En kijken hoe het De belangrijkste argumentatie nu is dat ze ook een alternatief willen voor het banksysteem. Mocht dat eens echt serieus in crisis komen, dat er een andere systeem blijft wat daar onafhankelijk van is. Nou, als ik kijk bijvoorbeeld naar de Zweedse initiatieven en als ik kijk naar Nederland, vind ik in ieder geval dat het debat op politiek niveau veel hoger is gevoerd en beter is gevoerd, ook met de industrie en partijen die om de tafel van de industrie zijn op tafel gaan zitten en met de parlementen hebben kunnen spreken. Wat er daarna is gebeurd is volgens mij wel iets negatiever, wat ik heb begrepen van de implementatie. Maar er is in ieder geval een dialoog geweest. Nou, wij hebben wel ook direct contact gehad met het ministerie van Financiën in Zweden. Maar dan gaat het meer over de implementatie van de FATF regulation in Zweden. En die nemen het meer van een Europees standpunt en hoe ze dat dan moeten implementeren op een lokaal niveau. En dat zie je in Nederland ook wel aan de andere kant, dat ze nu volgens mij de 100.000 euro of iets dergelijks moet je hebben voor de licentie in Nederland als je een cryptobedrijf wil runnen. Dat is maar dat is wel een toepassing die vrij extreem is, ook anders is dan andere landen. En ook uniek, je bent naar Amerika verhuisd. Ja, dus, voordeel van de virtual. Hey. Top. Ja, wat Johan Schaap zegt, hij is benieuwd naar jouw echte achtergrond. Waar zit jij? Dat is gewoon een green screen. ik weet niet, dit is gewoon groen. Dat is niet echt spannend. Ik kan hem wel even uitzetten. Ja, dat is niet een groen scherm. Dat is wel het concept van een groen scherm, ja. Ja, dit is ook niet echt een goed green screen, als we het toch over hebben. Hey, ik weet niet meer waar ik was. Frank, hoe ben jij, nog één vraag, maar het is meer persoonlijk, omdat we elkaar dan blijkbaar ongetwijfeld ontmoet hebben in de begintijd van Twitter, tijdens Momo. Ja, Momo. Gesprekken met Raimo of met de andere mannen van Layer. Juri van Gees, Location Based, noem maar op. Hoe ben jij uiteindelijk in crypto terechtgekomen? Eigenlijk vanuit interesse van het investeren. Je ziet volatiliteit en je ziet de liquiditeit. Nou, dat is interessant. Maar het was om het iets romantisch. Geld. Ja, nou, om het een iets romantische kleur te geven. Het was dezelfde avond. Ja, dat maakt het. Lul je maar eens uit. Ja. Dat iemand me introduceerde naar Bitcoin. Dat was in Malmö in Zweden. Het was dezelfde avond dat ik mijn vrouw ontmoette. Dus het was een hele goede avond. Maar ik moet daarbij zeggen, dus ik keek niet vanuit dat perspectief. En de prijs was inderdaad rond de $15. En ik wilde investeren via mijn eigen bedrijf dat ik aan het opzetten was. Dus ik wachtte. En toen op een gegeven moment ging de prijs naar $266. En toen dacht ik, oké, nou heb ik iets gemist. En vanaf dat moment was ik er ingedoken. En ik denk, volgens mij heb ik een maand niet geslapen, alles gelezen. En als je op een gegeven moment, zeg maar, de potentie van de technologie
inziet. Net zoals ik dat eigenlijk met Joseph Pye met zijn presentatie op dat moment had met Momo, waarom ik dat zo briljant vond. Dan houdt het je bezig en wil je, ja, hoe dan ook wil je daarmee bezig gaan. Dus aan de andere kant, ene kant geïnvesteerd via MTGOX en dergelijke, maar aan de andere kant geobsedeerd door de mogelijkheden van en op basis daarvan ook besloten, oké, hoe kan ik helpen om dit ecosysteem een handje verder te helpen. Hey Stekel, de laatste vraag die we altijd stellen, hè? Van, waar sta je over 2 jaar met je bedrijf? Nou, over 2 jaar, kijk, het is nu 2020. Binnen een maand is de halving van Bitcoin. Dus dat betekent dat de supply van 12,5 naar 6,25 gaat. Dat is vaak de voorbode van een groeiende prijs. Wat zal uitmonden of in het einde van dit jaar en mogelijk volgend jaar naar een nieuw hoog niveau. Dat hopen we. Zo niet, dan breekt het de trend, wat natuurlijk ook kan. Op basis daarvan zien we normaal een volume grootte van 10 tot 20 keer, wat we normaal zien. Dus dat hou ik voor ogen voor Cervelo, waarbij we hebben heel veel dingen in de pijplijn zitten, wat ons meer naar een soort van bank brengt dan wat we tot heden zijn geweest, waar ik ook wel vrij enthousiast over ben. Dus ik hoop over 2 jaar dat we dat hebben weten uit te werken en dat we hopelijk ook wel onze uitstap naar een andere geografie succesvol hebben weten te bereiken. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt. Bedankt voor je verhaal en veel succes daar. En dan bedanken wij tot slot zoveel. Hou je absoluut in de gaten. Ja, Boer de Boer zei net nog over mijn Bitcoin. Daar heeft hij gelijk in. Die ben ik kwijtgeraakt. Ja. Oh, ouch. Ja, dat had ik ook met die. Ja. Ja, ik weet niet of ik zijn naam moet noemen. Dat was ook een bekende tech-Nederlander die op een gegeven moment in mijn inbox zat. Ik ben mijn crypto kwijt. Ja, ook een open early Twitter. Ik heb toen wel met die eerste 20 heb ik de tip gevolgd om het uit te printen en gewoon met een punaise aan de muur te hangen. Ja. En dat bleek achteraf de gouden greep, want ik kon ook nooit natuurlijk meer die codes terugvinden. Nee, ik had een vrouw. Maar was het zo. Huh? Ja. Ik had nog één anekdote. Mijn vrouw, die had ik op een gegeven moment in het hele begin, toen we net begonnen, had ik haar geforceerd gezegd, nu moet jij even onze website proberen. Nou, daar had ze met heel veel tegenzin had ze inderdaad een aankoop gedaan voor volgens mij 10 euro. Nou, toen vele jaren later dacht ze dat ze het kwijt was en had ze het wel gevonden en was het 2000 euro en was ze helemaal blij. Dus als je inderdaad gewoon even ergens hebt en je kunt het terugvinden, ja, als je het maar even goed opslaat, dan ligt er ergens misschien nog geld op de plank. Hey, maar zoals Johan zegt, en ik ben het helemaal met je eens, die tech jongen die jou dan belt dat hij zijn Bitcoin kwijt is, dat kan alleen maar Vincent Evers geweest zijn. Ja. Geen commentaar. Nee, maar goed, bij mij geldt, ik deed hetzelfde als Stekel. Bij het bedrijf waar ik het kocht, ik heb toen voor 500 eentje gekocht. En toen dacht ik ook een kaartje erbij krijgen met die code erop. Want ik dacht, anders dat raak ik toch kwijt. Maar goed, toen raakte ik. Oh. Ja, toen raakte ik jou kwijt. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ik ben er niet. Oké, okay. Nee. Ja, je bent er wel. Ja, ik ben er wel. Ja, maar ik ben niet de stoorfactor. Nee. Goed. Ik heb er zo naar gekeken. Ben ik 20.000 kwijt of ben ik 500 kwijt? Ik heb voor het laatste gekozen en dan valt het wel weer mee. Ja. Zo kijk ik er ook naar. Nadat ik dat de markt weer 90% naar beneden ging. Ja. Oké. Okay, ontzettend bedankt. Ja, bedankt. Ik sluit af. Ja.